Zo'n 4000 jaar geleden brak in Nederland de bronstijd aan. Deze tijd noemen we zo omdat mensen vanaf toen brons gebruikten om bijvoorbeeld gereedschap van te maken. Brons is veel sterker dan het bot, vuursteen en hout dat mensen eerder gebruikten. Daarom werd dit vanaf nu steeds meer gebruikt. In de bronstijd werden akkerbouw en veeteelt belangrijker. Ook gebruikten mensen vaker houten wagens. Dat was erg handig voor de handel, in bijvoorbeeld brons. Met het bronzen gereedschap kon men makkelijk hout bewerken om grote huizen van te bouwen. En hoe dat ging, een huis maken met bronzen gereedschap, dat zie je nu. Mijn man en ik zijn net getrouwd en wij wonen nu in een oud en vervallen huis met onze ouders en grootouders. Dus wij gaan nu bezig met het bouwen van een nieuw huis. Het bouwen doen we door eikenbomen om te hakken met verschillende bijlen. De boom die omgehakt wordt, wordt gebruikt als paal die het dak draagt voor het huis. Voordat we de omgehakte boomstam kunnen gebruiken, halen we eerst de schors eraf, zodat we het kernhout overhouden, omdat de rest heel snel rot. Nu alle palen in de grond staan, kunnen we beginnen met het vlechtwerk. Dit doen we door wilgetenen om de eikenhouten palen heen te vlechten. Als we klaar zijn met het vlechten van de wanden, besmeren we deze met leem. Leem is een mengsel van klei en water en zorgt ervoor dat de warmte binnen blijft. Nu de leem op de muren zit en de dwarsbalken op het dak liggen, kunnen we het huis gaan bedekken met riet. Het riet op het dak wordt stevig bij elkaar gehouden door een wilgetak. Gelukkig is ons huis vlak voor de winter klaar. Dit betekent dat we er gezellig met ons gezinnetje kunnen gaan wonen.